Als we big data nou toepassen op het leven van alle dag, bedrijven die daarmee in de slag gaan en dingen gaan doen als Google die automatisch aanvult als je aan het typen bent, LinkedIn die automatisch suggesties levert van hey, die moet jij toch ook wel kennen en zou je daar eens niet mee connecten. Stemwijzers die aangeven waar jij, nou, niet vanuit je gevoel, maar vanuit analyse het beste op kan stemmen. Wat gebeurt er dan eigenlijk met ons en hoe komen die beslissingen tot stand? Dat is iets waar Chris van het Hof over na heeft gedacht. Chris is internetsocioloog, heeft gewerkt bij Rathenau, bij Rent Corporation. Publiceert nu boeken en heeft een nieuw radioprogramma. En daar zal hij direct nog wat meer over vertellen. Chris, de vloer is voor jou. Ontzettend veel data en dan die computer spuugt dat dan uit. Maar ja, ik ben wel blij dat je af en toe nog wetenschappers belt of het wel klopt. He, want al die algoritmes, het is natuurlijk wel mooi dat dat geanalyseerd wordt. Maar je weet niet wat daar gebeurt. Je moet af en toe even die menselijke toets hebben. Want software helpt ons, software stuurt, software dwingt soms. En hebben die menselijke toets, die hebben dan nog hard nodig. Nou, daar gaat mijn verhaal over. Mijn naam is Chris van het Hof, TechTalk. Dat is mijn communicatiebureautje voor feesten en partijen in wetenschap en technologie. We doen workshops, congressen, dit soort dingen. Maar ook talkshows. Dus bijvoorbeeld Spinoza te paard, het paard van Troje. We hebben dan iemand die Spinoza-premie heeft gewonnen. Die wordt aan het publiek gevoerd. Dus verhalen zoals Barend dat heeft. Maar dan met een DJ en een VJ en een biertje erbij. En gisteravond de eerste aflevering van Tech Talk Late Night. Dat is een praatprogramma over informatietechnologie. Dus sorry als ik een beetje brak ben vandaag, want het is laat geworden. Maar daar willen we dus alle informatietechnologie bespreken met het publiek. Ook met live muziek en al dat soort dingen erbij. Goed, maar dat is niet de reden waarom ik hier ben. Ik ben hier vanwege dit boek, Voorgeprogrammeerd, hoe internet ons leven leidt. Dat kwam uit eind maart, zo'n halfjaartje geleden, bij het Rathenau Instituut. Een hele club mensen hebben dat gedaan, allerlei case studies. Dit zijn de onderzoekers, om even de credits te geven. En vanuit het team van Rathenau hebben we dat met z'n allen geschreven. Goed, software helpt ons in dagelijkse keuzes die we maken. Kijk, Facebook is natuurlijk prachtig dat je jezelf daar neer kan zetten. Maar er zitten allerlei algoritmes die ons naar vrienden sturen. En reclame erachteraan sturen. Google is natuurlijk ook een algoritme om ervoor te zorgen dat we bepaalde dingen wel vinden, bepaalde dingen niet. Nou, je hebt ook allerlei dating sites. Het is prachtig, ja, ik zal niet vragen wie zit er op een dating site, dan zegt natuurlijk niemand ja. Oh, die hebben we wel, ja. Oh, dat is ook wel leuk. Ja. Maar het is ongeveer, nou, in mijn leeftijdscategorie is ongeveer 10% van de stellen heeft elkaar gevonden online. Stemwijzer inderdaad, even binnen 30 vragen, hartstikke idee, er komt een stemadvies uit. U volgt het niet altijd op, maar er zitten ook allerlei beslissingen in de software ingebakken waarom u bij die partij zou passen of bij die. En hoe dat zit, dat weten we eigenlijk ook niet. Gezondheidstestjes zijn ook hartstikke leuk. Hè? Uw echte leeftijd, vul je allerlei dingen in en dan zie je of je fit of jong bent of dat soort dingen. Het is ook nog allemaal gratis. Hartstikke mooi. Toch zijn er een aantal mensen die zich daar zorgen om maken. Ja, want steeds meer van onze dagelijkse keuzes laten we begeleiden door online en mobiele applicaties. Worden we daarin gestuurd. De eerste is BJ Fogg. Prachtige naam heeft die meneer. Die heeft het Persuasive Technology Lab. Daar bekijken ze dus allerlei manieren om mensen in hun gedrag te sturen. Dan wel wenselijk gedrag, dan wel onwenselijk gedrag. Hij kijkt vooral naar knopjes, plaatjes, dingetjes. Waarmee je dus mensen heel subtiel een bepaalde kant op stuurt. Daar gaan we vanmiddag in de workshop gaan we het ook daarover hebben. Over dat soort dingen. Hoe kun je mensen die jullie diensten gebruiken toch een beetje sturen in de gewenste richting? En waar ga je nou eigenlijk een beetje over de scheef? Een andere man, Lawrence Lessig, heeft u misschien ook wel eens van gehoord, met zijn beroemde boek Code. Hij zegt ook, softwarecode is niet neutraal, maar het is de uitkomst van allerlei andere coderingen. De wetten van de markt bijvoorbeeld, vraag en aanbod, zorgen ervoor dat bepaalde software meer gebruikt wordt dan andere. Juridische wetten, die soms letterlijk in de software worden geïncorporeerd, hè, bijvoorbeeld een opt-in, opt-out, heeft enorme consequenties voor de keuzes die je daarna krijgt, terwijl het is een enkel knopje. En er zijn natuurlijk ook de sociale omgangsregels die ook
hun weg vinden naar de software. Dat is Lorenz Lessig. Interessant man. De filterbubbel, heeft u misschien ook wel eens van gehoord, Pariser. Geeft altijd het voorbeeld van, je neemt twee mensen die zoeken op Google naar Egypte. De een komt uit bij de rellen op het Tahrirplein en de ander ziet een leuke duikvakantie. Nou, dat komt omdat Google steeds meer de zoekresultaten filtert op wat u daarvoor heeft gedaan. U komt eigenlijk steeds meer in een soort zelfbevestigende trechter terecht. U krijgt wel wat u wilt, maar u ziet eigenlijk niet meer wat daar buiten valt. En dan ziet het als een soort democratisch tekort. Daardoor raken we een beetje het verband in de samenleving kwijt. Je kunt ook zeggen van, nou ja, het zal wat, ik krijg gewoon wat ik wil. Dat is hartstikke mooi. Tot slot, Douglas Rushkoff, Program or Be Programmed. Dat vond ik eigenlijk wel het meest inspirerende boek in deze lijn. En wat hij zegt inderdaad is dat software ook ons gedrag programmeert. En hij heeft ook een leuke lange historische lijn waarin hij zegt van, toen we begonnen met schrijven, dan waren er mensen die konden schrijven. Die waren sterker dan de mensen die alleen maar konden lezen en niet konden schrijven. Die waren een soort met van de baas. Toen andere mensen ook gingen schrijven, er waren mensen die konden publiceren, die waren weer sterker. Hè. En die waren weer de baas over de mensen die alleen maar konden lezen en schrijven. Nou, met internet heb je eigenlijk een beetje hetzelfde. Dat de mensen die kunnen programmeren, die zijn weer net een stapje verder die mensen internet kunnen gebruiken. Dus je moet leren programmeren, anders word je geprogrammeerd, is wat meneer Rushkoff zegt. Nou ja, daar gaan we, programmeren. Nou ja, we zitten hier toch met IT'ers in de zaal. Wie ziet wat hier staat? Ik zie een paar vingers. Ja, nou ja, goed, dit is HTML, dat is eigenlijk de meest basale vorm. We zien hier een fotootje en die is gelinkt en dan kun je dan een videokje uploaden. Hartstikke mooi. Nou ja, het is een beetje gedoe, maar dan heb je dus een video online gezet. En dat willen we natuurlijk niet, het is gedoe. Wat we willen is dit. Gewoon twee knoppen. Heel makkelijk. Eén knop die zegt link de video en de andere zegt fotootje erbij. Klaar. En dan kunnen we zelf ook het internet op. Maar ja, als u nou eigenlijk de achtergrond groen had willen maken, kan dat niet. Of dat u een gesproken tekst erop had willen zetten, dat kan ook niet. Dus u krijgt meer keuzes, hè, u kunt meer doen, u kunt die video op het internet zetten met een mooie foto erbij. Dus u krijgt meer, maar daarbinnen krijgt u tegelijk ook weer minder. Er wordt ook weer een aantal keuzes afgenomen. En dat is het dilemma waar we steeds voor staan, als we software zo intensief gebruiken. En zeker als ik spullen van Barend zie, dan vraag ik me af en toe af of dat wel goed gaat, hoor. Want als je dan die rendering doet, en laat het ding crunchen en er komt wat uit. Hoe check je dat het klopt? Nou, ik ben blij dat je ze af en toe nog belt. Goed, dat zien we dus de hele dag door. Facebook, hè, dat is toch wel het meest gebruikt. Google, dat wordt door de meeste mensen gebruikt. Maar als je kijkt naar het aantal minuten, is Facebook nu vooruit. Nou, ik doe het precies wat ik net voordeed. Hè? Want kijk, vroeger was het best wel moeilijk om met HTML zo'n pagina te maken met een foto van jezelf en ging je vertellen wie je bent en zo. Nou, als je dat dan had gedaan, dan komt er alweer niemand. Hè? Want ja, wie komt er nou vanzelf op die website? Facebook heeft het allemaal voor je gedaan. Upload je foto en ze hebben het allemaal verbonden met de rest. Maar ja, de categorieën die daar staan, hè, dus bijvoorbeeld leeftijd vinden ze belangrijk, maar vooral ook je hobby's. Hè, want dan kunnen ze zien wat voor reclames ze op je af kunnen sturen. Je relatiestatus, dan heb je 5 categorieën, kun je aangeven. Nou ja, mijn categorie stond er niet bij. Daar sturen ze dan toch een beetje in, hè, hoe je op het net komt te staan. Dus het helpt en het stuurt. En dat doen ze soms ook heel subtiel. Ik neem aan dat de meeste mensen wel op Facebook zitten. En dan krijg je vaak deze pop-up. Ik heb natuurlijk geen zin om je hele e-mailadressenboek steeds weer te kijken van wie zit er al op Facebook en die ga ik uitnodigen. Nee, dat kun je gewoon uploaden. Dat is hartstikke makkelijk. He, dus de mensen van Mark Zuckerberg, die kijken dan door die lijst heen en die zeggen van nou, die vrienden van jou, die zijn al op Facebook. Vink je aan, worden uitgenodigd. Hartstikke makkelijk. Maar als je nou goed kijkt naar het scherm, je e-mailaccount en Facebook, dat pijltje staat twee kanten op. En dan ook nog remember disapproval. Wat doen die rakkers nou? Die slaan al die e-mailadressen op. Dus als die vriend van u die nog niet op Facebook zit, een paar maanden later op Facebook gaat, die krijgt dan ineens te horen van, kent u deze persoon toevallig? En dan denk je, goh, hoe weten ze dat nou? Ja, dat komt hierdoor. Je e-mailadres stond er al in, en daar heb je helemaal niet om gevraagd, maar die vriend van jou heeft die data wel mooi weggegeven zo aan Facebook. En remember this approval, dat blijft dus doorgaan. Hartstikke leuk. Ja, Google, hè, dat is natuurlijk echt het summum van voorprogrammeren, met ook heel handige tooltjes daarin. Je vult de zoekterm in, het wordt automatisch aangevuld. Hartstikke handig, je drukt op de enter en hartstikke idee.
Ja, er zitten soms wel eens rare suggesties bij. Why is there a dead Pakistani on my couch? Ik weet niet waarom dat handig is, maar dat doen een paar mensen en dan vervolgens komt het erin en de rest denkt van, goh, nou, waarom zou dat? En dan gaan dus de resultaten omhoog. Dat versterkt zichzelf. En dit is dan nog een brave, hoor. Er zitten er ook hele grove bij. Die echt zwaar racistisch, antisemitisch zijn. Maar ja, it's the machine, stupid, zeggen ze dan. Goed, de stemwijzer. Daar zie je ook weer dat voorprogrammeren keuzes reduceert. 30 vragen om een heel partijprogramma van ontzettend veel partijen even samen te vatten. Er zijn ook hele rare vragen staan daarbij. Die zijn ook een beetje sturend. Hè? Maar Turkije mag nooit lid worden van de EU. Echt nuance, daar is geen ruimte voor. Je kan niet zeggen, van, nou, over 5 jaar onder de voor... Nee, daar is helemaal geen ruimte voor. Het is gewoon ja, nee, nou, misschien. En dan zie je ook nog de sponsors eronder waarvan je denkt van, nou, ik weet niet hoe objectief dit nou is. Maar ja, u gaat ook niet al die partijprogramma's lezen. Dus aan de andere kant wordt u wel weer beter geïnformeerd. Hè? Dat is het dilemma wat steeds terugkomt. Foursquare is ook zo'n mooie. Nou, het vergroot keuzes. Hè? U drukt op de knop en u ziet wat is hier in de beurt. Allerlei leuke dingen te doen, dingen om te kopen, mensen om te ontmoeten. Steeds meer keuzes daarbij. Maar ja, zij filteren natuurlijk ook wel voor u de dingen waar ze wat aan verdienen. Dus terwijl u loopt de Foursquare, komt uw beste vriend langs en u ziet hem helemaal niet. Ja. Of je dat wil. Nou, gezondheidstestjes doet natuurlijk ook niemand, maar er zijn toch vele miljoenen mensen die het wel doen. Dan kun je van alles invullen en zo, of je rookt of niet, ligt voor de hand, je eetpatroon, je sport of niet. Nou, en bij eten gaat het dan op een gegeven moment een stukje verder naar waarom eet je geen vleesvervangers? Dat is dan de vraag die volgt op, ben je vegetarisch, eet je wel eens vleesvervangers? Dan klik je nee en dan krijg je dit. Heeft helemaal niets met je gezondheid te maken, toch staat die vraag ertussen, ja waarom? Die test die wordt gesponsord door een fabriek van vleesvervangers. Dat is gewoon een gratis enquête. He, want het is ergens wel fijn dat we niet meer tijdens het eten gebeld worden. Nou, hallo meneer Van Tolf, hebben we een enquête over vleesvervangers? Nou, nee, dank u. Dat doen we tegenwoordig allemaal online. He, maar dat doen ze dus heel subtiel door allerlei vraagjes in diezelfde test te zetten. He, u betaalt met uw profiel. Zo gaat het online. Nou, dating sites. Hartstikke leuk. Ik zou zeggen, doe het eens voor de lol. Je maakt een account aan. En je zet er helemaal niks op. Geen foto, geen hobby's, alleen een of andere rare naam. Nou, de mailtjes stromen binnen. Hè? Ik had Hans de Vries aangemaakt. Nou, dat is niet echt een naam waarvan je denkt, van die wil ik eens uitnodigen, want er zijn er heel veel van. Geen foto, nou, ik was fan van George Bush. Nou, een AC/DC. Nou, dan trek je wel vrouwen mee. Ja hoor, daar kwamen ze. Maar wat bleek nou? Iedere dag waren het er precies 3. En er zaten precies dezelfde tijdstippen tussen. Er was dus een algoritme, was allerlei foto's naar me toe aan het spuwen. Ja, Hans, ze wachten op je hoor. Oh, nou ja, dus Hans die wilde dan wel lid worden, want het was tot nog toe gratis. Maar ja, als ik die leuke dames kan daten, dan wil ik wel. En wat doen die rakkers nou? Kijk, dan krijg je dus bevestiging van je betaling. En wat staat er heel subtiel? Wil je niet het risico lopen je contacten te verliezen en kies je dus voor een automatische verlenging van je membership? Ja! Staat automatisch aangevinkt. En ik heb het flink uitvergroot hoor. Dit staat echt zo rechts onderin, heel klein. Je zit eraan vast, je komt er niet meer vanaf. Dat is ook voorprogrammeren. Nou, nog eentje tot slot. Zoesk, dat vond ik eigenlijk een van de meest gore sites. Want het is een dating site, die is gekoppeld aan Facebook. Dus wat krijg je dan? Dan worden automatisch vrienden uitgenodigd om over jou een recensie te schrijven voor potentiële dates voor anderen. Dat wil je toch niet? Maar ja, in Amerika doen ze dat blijkbaar. En ze worden ontzettend geliked. Meer dan 6 miljoen mensen like Zoesk. En dat moet wel, want je krijgt een pop-up. En de enige manier om hem weg te krijgen is op like te drukken. Nou ja, close, dat zien de meeste mensen niet. Hè? Dus zo programmeer je dingen voor om mensen te sturen in wat jij wil. En dan krijg je een hoop likes. Nou, dit is het, dat noemen wij dus het microniveau van de interface waar één persoon een computer ziet die interactie aangaat, gestuurd wordt. En dat is die BJ-vorm. Daar gaan we straks in de workshop ook mee verder. Daar liggen dus ook doelen achter om jou dat te laten doen. En dan gaan we naar het meso-niveau van de partijen die het aanbieden. Die mogen ook niet zomaar alles doen. Hè. Die worden ook een beetje gestuurd door de wetgeving, de handhaving, door de marktpartijen en al dat soort dingen. Daar gaan we het vanmiddag ook nog even over hebben. Dat is het meso-niveau waar die bedrijven zitten met hun businessmodellen.
En straks ga ik ook naar het macroniveau. Wat betekent dat nou voor ons als informatiesamenleving in het algemeen die in dat internet zit? Dus die drie niveaus doorlopen we met dat boek voorgeprogrammeerd. Goed. Dus meestal niveau, de businessmodellen die daarachter zitten. Waarom doen ze dit? Hè? Het is meestal gratis. Hè? Heel soms moet je ervoor betalen, zoals die dating sites. Er zijn ook wat andere dingen, maar meestal schiet dat niet echt op. Sponsoring, vooral gezondheidssites, die worden vaak door het RIVM gesponsord. Maar ook farmaceuten zitten daar vaak achter. Die willen natuurlijk ook sturen naar een bepaalde aandoening. Die heb je gegarandeerd als je een gezondheidstest invult. Een klein linkje naar de patiëntenvereniging, die krijgt dan ook weer geld om dat erop te zetten. Reclame, uiteraard altijd. Gelukkig hebben we niet meer van die schreeuwerige banners de hele tijd, maar gaat het redelijk subtiel en wordt het allemaal een beetje gefilterd op nou ja, ons profiel. Hè. Dus ik krijg bijvoorbeeld geen maandverband reclames meer, erg prettig. En marktonderzoek, want terwijl u klikt, wordt het allemaal geregistreerd. En marketing, even een zijstapje, heeft wel een hele leuke ontwikkeling doorgemaakt. Want vroeger was het altijd zo van demografische profielen, hè, man zo oud, hoog opgeleid, dat inkomen, vrouw en kinderen, die koopt zo'n auto. Dus die krijgt die reclame. Maar ja, tegenwoordig zijn we zo geïndividualiseerd dat daar kun je eigenlijk geen pijl meer op trekken. Wat doen ze nu? Het is iemand, IP-adres zoveel, die heeft een paar keer gezocht naar vakanties in Thailand. Reclames van BMW. En het blijkt dat die mensen vaak mango-sap drinken. Ik zie het verband ook niet, maar de computer zegt dat. Dus zodra je dus ergens op Thailand zoekt, dan krijg je een mango-sap reclame. Dat zijn dus anonieme profielen, tenminste ook geen privacygezeik, hè, want het gaat niet om een individu. Maar het zijn wel dingen waar je mensen mee raakt en mensen mee kan verleiden en stuurt. Dus al die vervelende enquêtes aan de telefoon, dat hoeft niet meer. Maar die data die ze online verzamelen door klikgedrag, dat is echt big business. En ja, bijvoorbeeld Google heeft al meer reclameomzet dan de hele Telegraaf Media Groep en alle televisiezenders bij elkaar in Nederland. Hè. Dus die online reclamemarkt die is veel groter dan de offline reclamemarkt geworden inmiddels. En het laatste businessmodel, die vind ik zelf nog wel het meest interessant, identity provider. Dat zie je nu een beetje opkomen. Daar zal ik misschien nog even plaatje bij geven om dat te illustreren. Dat is een beetje een complex verhaal, maar als u inlogt, hè, identity management, zegt dat de mensen hier iets? Ah, kijk, nou, dan kunnen we verder, ja. Identity management, hè, je logt in, je hebt een account, een nummertje, en het zegt dan, dit is meneer Van 't Hof, die heeft toegang, geautoriseerd tot die data, en wordt allemaal geregistreerd, bouw je profiel op, gaan we terug. Nou, mooi. Dat was vroeger binnen database, maar online willen die aanbieders dat ook graag. Hè. Dus bijvoorbeeld hier, Facebook, Die samen met Spotify gegaan, want vroeger zat Spotify er een beetje mee. De mensen die kwamen daar en die gebruikten dan muziek. Maar ja, ze wisten niet of het echte mensen waren die wel wilden gaan betalen in de toekomst en wat hun smaakvoorkeuren waren. Dus dachten ze, nou doen we dat samen. Je kunt alleen maar inloggen met je Facebook-account. Dus dan weet Spotify van, nou dit is ook echt een echte persoon. Dus ook echt meneer Van 't Hof, want op Facebook moet je wel je echte naam gebruiken, want anders word je eruit gegooid. Ja, dat is echt zo. En kun je ook een betalingssysteem erachter zetten. Dus kan Spotify erop vertrouwen dat het ook echte klanten zijn. Dus Facebook zorgt voor jouw identiteit. En Google die is daar nog wel het beste in, want die heeft natuurlijk ook heel veel diensten. En herkennen jullie dit? Dit schermpje? Als het goed is hebben jullie in februari hebben jullie dit allemaal ineens voor je gezicht gekregen toen je Gmail opstartte of YouTube of weet ik het wat. Google had dan namelijk 60 verschillende diensten met 60 verschillende gebruikersovereenkomsten. Dat was nodeloos ingewikkeld. Zowel voor ons als gebruikers als wel voor hun. Hè, want ze kwamen er maar niet achter wie nou wie is. Ja, want bijvoorbeeld bij mij thuis, als ik zit te YouTuben, dan kijk ik vooral naar kickboxgala's. En mijn dochter die kijkt naar dinosaurussen en allerlei tekenfilms. Ja, dat is een marketingprofiel waar je natuurlijk helemaal niks mee kan. Dus hebben ze liever dat ik inlog met mijn Gmail-account en dan weten ze, ah, dat is die, en dat mijn dochter inlogt met haar account. Dan kun je die twee een beetje uit elkaar houden. En natuurlijk ook betaaldiensten erachter zetten en al dat soort dingen, want dan weten ze, dat is ook echt die meneer. Het werkt nog niet helemaal goed. Ik weet niet of jullie afgelopen zaterdag NRC Weekend hebben gelezen. Echt op de voorpagina stond, Google gooit al je data weg. Dat is een beetje een ingewikkeld stuk, maar als je weet hoe identity management werkt, snapt hij niet het meteen. Want met die Chrome browser,
daar log je dus in met je Gmail-account en dan wordt alles mooi gesynchroniseerd. Dus je wachtwoorden, al je tabbladen, of je nou op je iPhone of je Mac of wat dan ook zit, allemaal aan elkaar verbonden. Ja, alleen de technologieredacteur van de NRC Handelsblad, die krijgt natuurlijk heel vaak applicaties om te testen en die deed dat steeds met zijn Chrome-browser. Dus die account van hem, dat bleef daar ergens in hangen en die applicatie die werd weer doorgegeven aan een andere redacteur, die ging die ook weer gebruiken met zijn Chrome-browser. En toen ging ineens al die wachtwoorden en inloggen, die gingen door elkaar. Dus die kon ineens inloggen bij al zijn diensten. Dus al zijn e-mail, al zijn betaaldiensten, nou ja, nodeloos ingewikkeld. Dus waarschijnlijk krijgen we binnenkort een pasje of een vingerafdruk of een token waarmee je dan inlogt op het internet. Nou, waarom is dit zo erg? Wat zij dus eigenlijk aan het doen zijn, deze partijen, en dan komen we bij het macroniveau van wat betekent dit nou voor ons als informatiesamenleving als geheel. Zij zijn eigenlijk het internet aan het voorprogrammeren voor ons. Waar het vroeger een beetje een zootje van data was, kregen we dan World Wide Web eroverheen, zodat het een beetje voorgeprogrammeerd werd in plaatjes en hyperlinks, en dan konden we een beetje onze weg vinden. Wat zij doen is eigenlijk een soort van walled garden, van nou ja, je logt in bij ons, en wij zorgen ervoor dat het allemaal veilig is en goed beheerst en precies zo is als jij wil. Maar als je het net wat anders wil dan wij willen, dan kan dat niet. Nee. Dus Microsoft doet dat, Apple doet dat, Google doet dat, Facebook doet dat. En waar ik me een beetje zorgen om maak, is, nou, je kent het bekende rijtje wel, het zijn allemaal die grote Amerikaanse gasten uit de Silicon Valley. En die willen er natuurlijk ook geld aan verdienen. He, dus alles wat u doet op het internet wordt wel steeds meer aangepast aan uw gedrag. Het individualiseert, het wordt aangepast op wat u wil. Maar wel volgens de categorieën waarmee zij wat geld kunnen verdienen. He, commercialisering. En dan komen wij tot het mooie slot, de paradox van de massapersonalisatie. Hele mond vol, maar kort gezegd, uw Facebookpagina is uniek. Het is uw foto, het is uw leeftijd, het zijn uw vrienden. Het is geen andere Facebookpagina zoals die van u. Maar wel allemaal volgens dezelfde categorieën zoals Mark Zuckerberg dat voor u bedacht heeft. En dat geeft een beetje een vreemde situatie. Het geeft ook een vreemde verhouding tussen ons mens en de computer. Want soms komen daar dingen uitrollen dat je denkt, hoe weten ze dat nou? Dan ben je een beetje verrast. En soms aangenaam verrast dat je denkt, ja inderdaad, ik zou eigenlijk wel eens een keertje daar naartoe willen gaan. Of dat willen kopen. Dus dat is een positieve suggestie. Maar soms zitten ze er ook helemaal naast en dan is het een beetje creepy dat je denkt van, waarom krijg ik nou steeds dit soort rare pagina's? Ja, en soms is het ook gewoon heel flauw. Ik weet niet of je wel eens online tickets koopt bij Ticket Office. Die heeft zo'n cookieprogramma, hè? Dus dan heb je dus een ticket gekocht en dan heb je even zitten kijken en dat soort dingen. En dan doen ze meteen een cookie op je computer en dan krijg je meteen banners daarvan. Dus dan bijvoorbeeld ga ik met mijn dochter naar de grote dino-show. Ik heb net een kaartje gekocht. Alle websites waar ik vervolgens kom, grote reclame, de grote dino-show. Ja, maar ik heb die kaartjes al. Dus dat soort situaties krijg je ook door die paradox van de massapersonalisatie. Dus ik hoop dat u dat soort voorbeelden herkent in uw dagelijks leven. En tuurlijk, we willen allemaal snel door. We willen allemaal steeds klikken. Maar denk er af en toe even bij na. Nou, daarom tot slot, wat moeten we hier aan doen? Om zelf te gaan herprogrammeren, zodat we niet voorgeprogrammeerd worden. Dat de programma's ook wel een beetje doen wat wij willen. 4 adviezen. Transparantie. We willen graag zien hoe we voorgeprogrammeerd worden. Om even 2 tegenvoorbeelden te geven. Facebook vind ik wat dat betreft echt heel slecht. Je ziet gewoon niet waar die vriendensuggesties, die reclamesuggesties, al dat soort dingen vandaan komen. Je ziet gewoon niet hoe ze het doen. En dat gaat op een gegeven moment ook tegen hun werken. Want mensen krijgen toch het gevoel van ik word ergens ingeluisterd. En het geeft een naar gevoel. Daar komen ze van terug. Google vind ik wat dat betreft een stuk beter. Als je even de moeite doet, neem Google Dashboard, dan zie je precies welke dienst je ingelogd bent. Je kunt ook verder klikken en dan zie je wat voor reclameprofiel je hebt opgebouwd. Dat is ook wel leuk. Dus bij mij was het bijvoorbeeld mens en maatschappij. Nou, vanwege mijn werk natuurlijk, dat klopte dan ook wel. En urban. Ja, ik weet niet, ik heb niks met hiphop, maar ik had waarschijnlijk net dat soort schoenen gekocht of zo. Dus dit soort dingen. Dus dan heb je die categorie, maar die kon ik dus ook uitzetten. Ja, dat was ook wel leuk. En dat is voor Google natuurlijk ook interessant. Ja, als de kerel niet zit te wachten op urban, dan kunnen we dat ook uitzetten. Misschien dat we niet zo ver hoeven te gaan dat de overheid bedrijven moet gaan
afdwingen dat ze transparant zijn, maar soms moet dat wel een beetje, denk ik. Dat je zegt van nou, laat nou eens zien wat je verzamelt van die mensen. Hè. We hebben ook rechten daarin. Hè, dat als je mensen vraagt van wat verzamelt u eigenlijk over mij? Bijvoorbeeld Experian, heeft iemand er wel eens van gehoord? Experian? Nou, die weet heel veel van u. Dat is namelijk een marketingbedrijf. Ze heeft meer dan 1 miljard mensen in hun database staan. Met koopgedrag, schulden die ze hebben, al dat soort dingen, op naam, postcode. Dat weten ze allemaal over u. En omdat ze zo groot en zo machtig zijn, als u bijvoorbeeld de lening aanvraagt, dan gaan ze eerst naar Experian om te kijken of u wel een trouwe klant bent, of u niet te veel schulden heeft gehad, of dat soort dingen, anders krijg je lening gewoon niet. Maar daar heb je dus inmiddels wettelijk afgedwongen dat u uw data kunt opvragen. Moet ze een keertje doen, is leuk. Facebook is gelukkig na een hoop ellende nu ook zo ver gekomen dat ze aanbieden dat je eigen data kan downloaden. Ze geven je niet alles, maar er zitten ook wel grappige dingen bij hoor. Bijvoorbeeld vriendschapsverzoeken die u geweigerd heeft. En dan denk je, oh ja, dat is die zeikers, weet je. Of mensen wie je nieuwsfeed geblokt heeft. En dat zijn gewoon zeikers, daar heb je geen zin in. Maar bijvoorbeeld ook welke IP-adres u inlogt, welke tijdstippen, welke plaats dat was, al dat soort dingen. Dus we komen er wel. Transparantie, heel belangrijk. Alternatieven. Ja, en daar hebben we dan weer Google een beetje in de slechte hoek. Google zegt wel van, nou ja, je mag ook een andere zoekmachine gebruiken. Die zijn er wel, maar ja, die zijn wel niet zo goed. Daar kan Google natuurlijk ook niks aan doen. En ik vind het echt zo jammer dat je bijvoorbeeld op social networking sites... Er was ooit een tijd, ja, dat lijkt heel lang geleden, maar was ook een tijd dat Hives groter was dan Facebook. Weet u nog? He, hadden ze 10 miljoen vrienden hadden ze hier gemaakt, maar niet alleen in Nederland. Ze hadden ook in Peru waren ze de allergrootste, in Zuid-Amerika heel veel, in Afrika. Maar ja, het Nederlandse investeringsklimaat is nou helemaal niet zo. He, dit is allemaal een beetje gesprokkelen met enkele tienduizenden euro's. In Amerika heb je toch meer een systeem van venture capitalists die gewoon even een paar miljoen erin donderen. En dan eens even knallen met die handel. He. Dus ik hoop dat we toch in Nederland grote spelers krijgen, dat we weer wat alternatieven krijgen op dat gebied. Want we kunnen het wel. Hè. Kijk bijvoorbeeld de navigatiemarkt, TomTom. Daar zijn we nog steeds de allergrootste ter wereld. Hè. Of NXP. Nou, we kunnen het wel. Dus ik hoop dat we bij dit soort sites dat we ook weer eens de grootste kunnen zijn. Alternatieven, heel belangrijk. Dataportabiliteit. Nou, ik ben blij dat de techneuten zitten, want voor een lekenzaal is dat altijd een beetje lastig uitleggen. Maar nou ja, het is eigenlijk heel simpel. Je data staat daar in de cloud of ergens in hun databases. Je profielen staan daar. Nou, ook daar weer het voorbeeld. Facebook is helemaal dichtgetimmerd. Je kunt het er gewoon niet uittrekken. Bij Google hebben ze gewoon een knop. En dan kan je zeggen van, nou ja, alle docs, al dat soort dingen. Je krijgt het. Het is wel in een heel rommelig formaat. Dus je moet een hoop knutselen om het weer terug te krijgen. Maar het zou helemaal mooi zijn als je dus één aanbieder hebt. En je bent hem zat. En je kunt naar de andere. Nou, ik hoorde net heel veel lovende woorden over Apple. Prachtig spul hoor, het werkt super en het ziet er zo mooi uit, maar het is helemaal dichtgetimmerd. Alles wat je erin hebt staan, je krijgt het er nooit meer uit. Alle muziek die je hebt aangeschaft, alle software, je kan niet ergens anders naar overstappen. Ja, bij Windows wel, ja, en daarom krijg je ook zoveel shit bij Windows natuurlijk, dat is weer een nadeel daarvan. Maar mogen alsjeblieft onze spullen weer terug hebben. Ik heb ook een Mac hoor, maar goed. En bewustwording, tot slot. Want ja, we kunnen wel wijzen naar de overheid. Hè, we moeten regels hebben, moet gehandhaafd worden. Hè, we moeten de bedrijven moeten aansprakelijk stellen. Moet anders. Maar ja, uiteindelijk moet u het vooral zelf doen. Hè, u zit daar achter die computer en u klik, 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 klik. Die gebruikersvoorwaarden die leest u nooit, dat snappen we ook wel. Maar denk eens even na, waarom geven zij mij nou keuze A, B, C en D? Misschien wil ik wel E en staat dat er niet bij? Maar misschien kan ik er toch voor zorgen dat ik toch keuze E krijg. En waarom bieden ze E niet? Wat voor businessmodel zit daarachter? Dat is wat ik u wil meegeven. Een stukje bewustwording. Daarom dit boek. Koop het. Ik verdien er niks aan. Het Rathenouw Instituut wel. Ik werk er inmiddels niet meer. Het staat vol met voorbeelden. Veel plaatjes van waar u ingeluisterd wordt of juist geholpen wordt. En natuurlijk de workshop vanmiddag. Nou ja, ik heb begrepen dat er 25 plaatsen zijn. Nou ja, die 25 mensen, misschien zijn het er minder, dat is nog mooier, want we gaan in kleine groepjes, gaan we heel interactief een interface bouwen voor een kennismanagement applicatie. Dat is in ieder geval het idee wat we straks gaan opperen. Tot slot, als we het toch over reclame hebben, even reclame voor mijn eigen programma. Gisteravond was dus de eerste aflevering van Tech Talk Late Night. Elke eerste dinsdag van de maand in Paard van Troje.
toegang is gratis. Dan denkt u van, goh, waar wordt dat van betaald? Nee, er zitten geen bedrijven achter. Er zijn gelukkig heel veel clubs in Nederland die vinden het belangrijk dat het goed gaat met de informatiesamenleving. Gisteren was onze partner ECP, Platform voor de Informatiesamenleving. 6 november gaat het over internetvrijheid. Die van gisteren ging over privacy trouwens. Simon Hania, die straks bij Big Data zit, was ook een van de gasten om uit te leggen wat TomTom doet. Die van 6 november die gaat over internetvrijheid. Hè. Wat mag je allemaal wel niet downloaden? Wie controleert dat? We gaan lekker stoken tussen Access for All, Ziggo aan de ene kant en Brein aan de andere kant. Dan komt een beetje voorgeprogrammeerd terug. Live muziek, biertje erbij, al dat soort dingen. Van 8 tot 10. Als u wilt komen, meld u aan bij dinsdag@techtalk.nl of neem een van de flyers mee. Goed, dat was de reclameboodschap van mij. Ik zie u straks weer terug bij de workshop. En zo niet, een hele prettige dag vandaag. Dank u wel. APPLAUS